We lopen nu naar de set van waar we onze videoclip gaan opnemen van de nieuwe single. Die wordt opgenomen in een van de tunnels die in aanbouw zijn voor de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Ik vroeg hem aan de producer om een betonnen ruimte. Nou, dat heb ik gekregen. Ik vind mensen clips opnemen vind ik echt super saai, omdat je eigenlijk 90% van de dag alleen maar aan het wachten bent. Maar ik moet zeggen, we werken nu met een regisseur, Joost. En die heeft de clip van Hold On ook gedaan, onze vorige videoclip en deze. En die houden van lekker doorwerken. Dus je bent over het algemeen niet veel aan het wachten. Je bent gewoon lekker bezig. Het is heel fijn namelijk als je, als je twee keer iets met een artiest mag doen. In dit geval met een band als Direct. Want de eerste keer, ik had natuurlijk wel eerder met ze gewerkt, maar dan de eerste keer leer je elkaar kennen. Dan doe je dan zet je iets tofs neer, maar dan is het voelen. En de tweede keer kan je zeggen, oké, dat was te gek, dat pakken we. En daar gaan we op voortbouwen. En dat is zeker deze clip. Dat is zeker deze clip. Toen hebben we eens gezeten van, joh, energieke track, wat gaan we daarbij doen? En... ik had online een filmpje gezien waarbij allemaal toffe dingen gebeurden met pigmentpoeder. En ik had zoiets, hey, dat kan voor een videoclip ook wel heel erg tof zijn. Met het poeder kun je dus een soort van stofwolken maken. En als je dat dus high-speed filmt en het langzaam afdraait, dan krijg je een onwijs mooie slow-mo beweging van het poeder. En dat kun je in allerlei acties doen. Dat kan over gitaren, dat poeder, en daar moves mee, of op drumvellen waarbij het omhoog spat op het moment dat de trommels geslagen worden. Ja, ik denk dat we zo ook gewoon een beetje gaan freewheelen en eens kijken wat we voor gekke dingen met poeder kunnen doen. We are so connected to ourselves. Natural High is best wel een up-tempo nummer. En omdat hij inderdaad met die high-speed camera's werkt, wordt alles heel erg vertraagd. Dus we moeten alles twee keer snel mogelijk inspelen. Maar dan krijg je dus een normale tempo met de slow-mo beelden. En dat, je krijgt dan heel erg elke expressie die je maakt als muzikant, krijg je zo mooi in beeld. Weet je, dus dat geeft een normale lading ineens. In plaats van dat het een leuk product dingetje wordt, wordt het echt heel intens. Het is wel zwaar af en toe, omdat je het natuurlijk 100 keer zelf moet doen. Maar als je het resultaat ziet, weet je waar je het voor doet. Het is gewoon wel een leuk avontuur.